Bonjour. Dave Jammer. En daar gaat ze, WD van de Zanden. Gisteren de winnares op de 200 meter vrije slag. Tijd is net boven de 2 minuten. En wij gaan natuurlijk optreden als de 12e man. Op de tribune. Telkens als ze weer bovenaan komt, maar toe te juichen. De eerste 50, 27, 81 onderste. En de maag is zo schoon. Denny van der Zanden in de mooi. Winnares van de 200 meter wisselslag. 100ste boven het Nederlandse record. En nu op weg naar de eerste 100 meter van deze 4,34 meter. En dat doet ze in 58, 43, 100 seconden. Een hele bijzondere ervaring om hier een time trial te zwemmen op de 4x200 meter vrije slag. Ooit eerder gebeurd in 1968 met een mannenteam. Wat het toen in ieder geval gehaald heeft op weg naar Mexico. Wendy, nu bij het 150 meter keerpunt. In 1,29,79 seconden. Nou, en nu stel nodig, want die laatste 50 meter, die destination morgen, maakt ze heeft bewezen deze week dat ze 53 meter aan de kant. Wendy van de Zanden is op 75 meter gegaan. Door Wendy! Om in zo'n race te voldoen aan de Olympische norm. Maar de dames hebben de uitdaging aangenomen. En natuurlijk, dat is de sport. De eerste 50 meter van Andrea Kneppers. 2,27,84. Wat Andrea? Heeft onderwerp een sterke overname genomen. Want daarin zit de winst van deze estafette. Daarin zou de winst moeten zitten. Op weg naar 300 meter. Andrea Kneppers. Zij keert in 2,57,94. En ze gaat ervoor. Andrea Kneppers. Sinds een jaar of drie hier getraind bij het RTC in Eindhoven. Afkomstig oorspronkelijk uit het Noord-Hollandse dorp Het Zand. Gezongen bij de zwemvereniging Horen. En nu bij Eindhovenstummers PV. 3,29,24. Andrea Kneppers, die laatste meter. Die laatste 40 meter. En die zal ze voelen. En dan moeten de benen erbij, zoals Bert Zwitser altijd zegt. Dan gaat het van de lang en die neemt ouder. Andrea Kneppers met 20 meter te gaan. En ze gaat overgeven aan Rieneke Tering voor het derde gedeelte van dit prachtige spel. En daar komt ze in. 4,156 per seconde. Rieneke Tering. Nou, nu moet jij het allemaal maken in je eentje. Op weg naar die week een hele mooie tijd. De tijd waar het zal gaan, 8:32. In Eindhoven, 4 maanden geleden, was Rieneke de snelste in het team met een 1:59,66. Ze had persoonlijk deze week 2:00,60. Wat een spanning zullen zij voelen. De eerste 50 meter, Rieneke Tering. Allang in het spel, allang bezig om te proberen Olympische Spelen te halen. Is het mogelijk op deze dag, op deze 15 april? Daar gaat ze.
weg naar haar eerste 100 meter. 4, 59, 10. Is die mogelijk? Is die eindtijd van 8:32 mogelijk vandaag? Maar ja, als je niets probeert, dan bereik je ook niets. Bij deze Eindhoven Stintus. Je bent hier bij Patrick Pearson. Op weg naar haar 150 meter. En wat doet ze in 5:30 precies? Voor haar geld, wat heb je over op die laatste 50 meter? Is het mogelijk? Is het mogelijk? Is het 34 meter? Klaar staan, Saskia Leeuwen, de vechter. En daar is de finish van Rieneke. 6:17. Dat wordt gewoon heel erg spannend, Saskia Leeuwen. En die heeft deze week gegeven de 100 meter vrije vlag. Dat is een onvermoede krachtweer. Is zij in staat om die laatste 50 meter af te leggen in 2 minuten en 1 seconde en zo die tijd binnen te slepen van 8:32. Zijn er nog 100 meter aan, 6:27:79. En ook in die klinkt als een klok. Ze gaat er voor alles of niets misschien maar dat moet je doen bij deze swim, deze time trial. Saskia Leeuwen, op weg naar de laatste 100 meter. Trainingsdrachten bij Kees Robertsen. Is het mogelijk? Saskia Leeuwen, ze gaat er gewoon voor. 6:57. Ze durft. Spanning bij de anderen. Saskia Leeuwen, ze hebben haar werkelijk die laatste 150 meter. Die moeten we haar naar die finish kunnen schreeuwen. Want dit is moedig wat ze doet. Ja, overmoedig zou ik willen zeggen. Nee, het is gewoon moedig. Saskia Leeuwen, ze heeft nog ongeveer, wat zullen we zeggen, 32 minuten voor de laatste 50. Saskia Leeuwen, allemaal, goed gedaan. Laat merken dat u achter het Nederlandse zwemmen staat. Allemaal zullen we niet. Heeft zij nog zoveel in haar benen. In ieder geval zitten die niet goed hebben voor deze prima wereldbeker. Zit het erin? Dat gaat er niet. Die jongen, daar komt ze. Ja! Hop, is het. 8:39. En dat is niet te geloven. 900 boven de limiet. Maar meiden, dit was heldenmoed wat jullie getoond hebben. Jullie krijgen ons in ieder geval.